Bij video denk je misschien aan een dure investering. Dus iets wat je aan zoveel mogelijk mensen wilt laten zien. Zoveel mogelijk kijkers. Ik denk dat we in 2019 juist telkens meer één op één echt persoonlijke filmpjes naar elkaar gaan sturen. En juist op zakelijk gebied. Ik denk dat we telkens meer zullen inzien dat als je iets persoonlijk maakt, en al is het gewoon met je smartphone, dat juist dat heel veel waarde heeft. Ken je nog deze viral video waar ze de draak steken met verticale video's? There are more and more people addicted to making vertical videos every day. Erg leuk, maar ook erg 2012. Verticale filmpjes is in 2019 juist effectief. Afhankelijk van je doelgroep en het kanaal natuurlijk. Maar op Snapchat, IGTV en Instagram Stories kun je niet om verticale video heen. Sowieso is Stories enorm interessant in 2019. We gaan nog meer interactieve tools zien in Stories. En meer manieren om ze gericht naar bepaalde doelgroepen te sturen. Wat ook enorm aan het groeien is, is e-learning en microlearning. Kennis delen op een visuele, interactieve manier. En leren op je eigen plek en wanneer het jou uitkomt. En video is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. En als laatste, de laatste trend die ik echt wil noemen, is videostrategie. Ik zie telkens meer bedrijven die zich hier echt bewust van worden. Niet alleen hoe maak ik video onderdeel van mijn algehele marketingmix, maar wat is nou echt de kracht van video? Hoe ga ik mijn kijker aanspreken? Op wat voor platform leeft mijn kijker? En hoe zorg ik ervoor dat ik juist met video onderdeel word van de wereld van mijn kijker? En daar heb je gewoon een heel goed plan voor nodig. En ik denk dat telkens meer bedrijven dat ook gaan doen in 2019. Wat zijn jouw trends? Wat denk jij? Waar gaat het heen dit komende jaar in 2019 op het gebied van video? Laat een reactie achter. Ik ben heel benieuwd.